Op 1 april gaat de Vlindertuin in Waarland weer open voor bezoekers. In het bloeiende familiebedrijf werken 3 generaties. En het begon in 1960 met de kas van opa Wim. We zijn hier begonnen met bloemteelt. Omdat toen ik van de tuinbouwschool afkwam, toen had ik geen zin in aardappel en kool. En toen ben ik 2 jaar naar Alsmeer gegaan om daar het vak te leren, zeg maar. En vandaar hebben we, toen ik daar geslaagd was, toen hebben we ons eerste kastje gebouwd. Eerst met een broer nog van mij. En toen is langzamerhand is broer erbij ingekomen. Toen ik in het bedrijf kwam, toen hadden we freesia's en anemonen. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. Maar toen kwam het moment dat ik het bedrijf ging overnemen van mijn ouders. En toen heb ik me afgevraagd van, wil ik daarmee doorgaan of helemaal wat anders. En toen zijn we met anthuriums begonnen. Dat was rond 2000. En dat hebben we eigenlijk een aantal jaren ging dat hartstikke goed. Maar toen kwam er een crisis waardoor de prijzen van de anthuriums op de veiling een stuk minder werden. En zijn we gaan bedenken wat we eigenlijk met het klimaat wat we in de kas hebben voor de anthuriums iets extra's erbij konden doen. Mijn vrouw is eigenlijk op het idee van de vlinders gekomen en de planten die in de tuin groeien, dat is meer mijn dingetje. Onze oudste zoon Mike die is vorig jaar afgestudeerd en die wil graag verder in het bedrijf. En die is dus nu bij ons in dienst en die gaat vanaf aankomende zomer meedoen in het ondernemerschap. Daar is hij nu al druk mee bezig. Het eerste hielp ik mee met bloemen snijden, met inpakken, met al dat soort dingen voor de veiling. En dan later hebben we dus de vlindertuin voor een gedeelte aangelegd. Heb ik dan ook mee mogen helpen met het eerste gedeelte, met de uitbreiding, met de volgende uitbreiding. Ik ben dus na mijn middelbare school naar Alkmaar naar school gegaan. Daar heb ik de opleiding Business Studies gedaan. Dit is een economische opleiding en dan vooral in het achterhoofd ook dat ik het bedrijf van mijn vader wellicht wilde overnemen. Dus heb ik daarna ook van de Business Studies de kant van ondernemen gekozen. Dus hoe je een bedrijf opzet, wat je doet als je een bedrijf hebt, hoe je een bedrijf groeit, etc. En sinds dit jaar mag ik mijn plannen verwezenlijken hier zo in de minigolf van de Vlindertuin. Ik wil graag dat het gewoon een begrip wordt in de hele Noordkop. Dat als je iedereen spreekt, dat je weet wat de Vlindertuin en wat de minigolf uit Waarland is. En dat zou ik wel als doel willen stellen.